Hoi, ik ben Peter Quint, Kamerlid van de SP en ook adoptiepapa van SDG 4, toegankelijk onderwijs voor iedereen. En dat geldt natuurlijk niet alleen in Nederland. Zo hebben wij ons als SP verzet tegen de sluipende privatisering van onderwijs in Afrika onder het mom van ontwikkelingssamenwerking. En die strijd die zullen wij blijven voortzetten. Maar ook in Nederland is kansenongelijkheid in het onderwijs natuurlijk core business voor de SP. Zo hebben wij ons ingezet voor een brede basisvoorziening voor alle peuters om daartoe te gaan. Met daarin speciaal aandacht voor kinderen met een achterstand. Waarom? Omdat kinderen al op jonge leeftijd, als ze met elkaar leren omgaan, dan leren ze ook met verschillen omgaan. En kunnen ze ook van elkaar leren. Kunnen zij zeg maar elkaars achterstanden een beetje proberen weg te werken. En daarnaast, het zal je niet verbazen, de positie van de leraar. Want goed onderwijs voor iedereen begint met goede leraren voor iedereen. Dus die strijd voor goed betaalde leraren die ook de tijd en aandacht hebben om leerlingen op weg te helpen, die zullen wij blijven voeren. Helaas moet ik bij het afscheid van een collega zijn, had ik ook graag anders gezien, maar ik hoop jullie een volgende keer wel te treffen.